In deze Indigo Disc DLC video van Pokémon Scarlet en Violet ga ik op zoek naar een nieuwe legendarische Pokémon. Deze gekke Pokémon laat iedereen de kippendans doen. Wie is deze gekke Pokémon en zal het lukken om hem te vangen? Doe even je duimpje omhoog, abonneer snel en geniet van deze nieuwe video. Om deze Pokémon te krijgen gaan we eerst naar de Poképortal. En dan naar Mystery Gift. Get via internet. En dan selecteer je de Mythical Petcha Berry Gift. Kijk, daar komt hij hoor. De geheime berry. In een cadeautje. Hatsaflats. Deze heb je nodig. En dan moeten we niet in de Paldea-regio zijn. Niet bij de Blueberry Academy. Maar we moeten terug naar Kitakami. Naar de Community Center. En even kijken hoor. Dan moeten we ergens naar op zoek. Volgens mij hier naar. Ja, kijk. Dat gebouwtje met die Vulpix bovenop. Dan zie je daar een soort van... Ja, wat is het eigenlijk? Een soort van... roze knuffeltje liggen. We moeten met deze mevrouw gaan praten. En als je dan praat, dan krijg je dit te zien. Er is een stoffig oud decoratief itempie. En het zit helemaal vol met allerlei dagelijkse dingetjes. En het ruikt heel erg zoet. Oeh, ja, kijk, kijk, kijk. Daar worden we daar worden we vrolijk van. Nee, we schrikken ervan. En dat komt omdat hij een klein beetje beweegt. Oh, mijn telefoon gaat. Hallo. Rikachu, dit is Arvin. Ik heb nieuws gehoord. Je hebt allerlei zieke avonturen, of niet? Schooltripjes in het buitenland studeren. Je hebt echt veel geluk. Ja, man, wat vet. Was vet. We hebben vette dingen meegemaakt. Waarschijnlijk ben je nog super druk, maar begin je al een beetje te wennen. Maar misschien als je tijd hebt, zal ik je dan opkomen zoeken bij jouw huis. Oh ja, ja, is goed, is goed. Oh, huh? Dat ding is weg. Kijk dan. Hij is verdwenen. We beginnen aan de geheime schat van Area Zero, de epiloog. Mochi Mayhem. Het is allemaal gek slijm op mijn beeld. Oké, nou, prima. Dan gaan we dus naar huis. Terug naar Paldea. En daar zijn we. Oh, Penny is er ook. Nee, Mona. Wow, wat een welkomstcomité. Iedereen is hier gewoon aan het chillen. Wat gezellig. Hallo, hallo, hallo. Ik heb trouwens wel echt een mooi huis hier. Een mooi tuintje ook. Jeetje, ik hoop dat ik een tuinman heb. Is niet te doen om dit bij te houden. Kijk, hoppakee. Zijn we allemaal even op mijn kamertje. We hebben net gegeten, zo te horen, zegt Nemona. En Arvin zegt, ja, je moeder kan echt goed koken. Ja, goed gedaan, man. Nemona zegt, ik ben zo blij dat ze zich bij herinneren. En wat heb je in een grote kamer, Rikachu? Wat is er met die brief? Zullen we hem even openmaken? Ja, laten we dat doen. Geachte Rikachu, hoe gaat het met je? Ik ben even weg van school, dus ik ben in Mosui Town voor een tijdje. En mijn zuster is ook met me meegekomen. Na alles wat er is gebeurd in Area Zero hebben we niet echt meer kunnen praten. Dus ik wil graag met je praten. Kan je alsjeblieft naar Kitakami komen? Zou Carmen ook leuk vinden. En misschien kunnen je vrienden uit Paldea meekomen. Oh, wat goed. Arvin vraagt wie Kieran is. Is die een beetje jaloers? We worden geroepen voor het toetje. Maar we moeten blijkbaar dus even naar Kieran toe. Naar Kitakami met z'n allen. Dus dat is vet. En daar zijn we hoor. Met z'n viertjes. Op bezoek bij Kieran. En bij Carmine. Als ze er tenminste zijn. De mode zegt, het ruikt hier anders dan in Paldea. Penny is nog een beetje duizelig van de reis. Hey, daar is de caretaker. Hallo, hallo, hallo meneer. Leuk om je weer te zien. Arvin zegt, zo, dus what's up met Kieran? Heb je al van hem gehoord? Oh ja, ik schud. Ja, blijkbaar heb ik al van hem gehoord. Oh nee, hij heeft geen smartphone. Wat? Kieran heeft geen smartphone? Dat wist ik ook niet. We gaan naar het huis van Kieran. Die is natuurlijk daarachter. Kijken of hij nog steeds met zijn opa en oma leeft. Kieran, hoe is het met je? Gaat alles nog goed? Kijk, daar staat hij. Kieran zegt, dankjewel dat je gekomen bent. Sorry dat ik je niet bij de bushalte kon ophalen. Het is nogal een gekke tijd. Hey, maar het is leuk om je te zien, Kieran. Maar ben je hier alleen gekomen? Vraagt hij. Nee, nee, kijk, hier zijn allemaal matties, joh. Allemaal matties zijn meegekomen. Nee, maar dan zegt Rick, je heeft alles over je verteld. Woe! Je bent super goed in Pokémon Battles. Een keer weer zegt, nou, dat weet ik niet hoor. Ja, misschien moeten jullie even een battle gaan doen een keer. Oh, en Arvin zegt, ik ben Arvin. Rikachu's absolute beste vriend. Wauw, wauw, je claimt mij gewoon. Kieran die stelt zich ook even voor. Anyway, vrienden van Rikachu zijn ook mijn vrienden, zegt Kieran. We gaan kijken naar de battle tussen Nemona en Kieran. Kijk, daar staat Kieran al klaar. Nemona staat al klaar. Ben je ready, Kieran? Oh, het is al klaar. Kieran die zegt, ik ben helemaal afgemaakt. Wie is deze Nemona? Ja, ze is ook een kampioen, Kieran. Nu snapt hij waarom Nemona zo goed is. Nemona zegt, Kieran, je was zo goed. Dit was geweldig. Ik snap dat je kampioen bent hier zo in deze school. Dat is wel lachen dat er twee mensen die het allerliefst willen battelen, dan even tegen elkaar gaan battelen. Blijkbaar heeft Nemona gewonnen van Kieran. En Kieran zegt, nou, dit was echt leuk. Nou, hij lacht weer. Dat is goed om te zien. Hé, hey, en daar is Carmine. Die is even hier naartoe geslopen. Wat is er met haar ogen trouwens? Kijk dan. Wow, 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 wow. Wat doe je? Waarom doe je de vogeltjesdans? Nemona zegt, is dit jouw zus, Kieran?
wil ze ook battelen? Wat is er met haar aan de hand? Ik denk dat ze nu weer binnen is of zo. Kirin die zegt, ik denk dat mijn zus oké is. Dus ze is nu bij opa en oma, dus ze zal vast wel goed komen. Dank jullie wel dat jullie hebben geholpen. Kirin zegt, normaal gesproken doet ze niet zo raar. Ik denk dat ze gewoon heel erg blij was dat jullie hier waren met z'n allen. Arvin zegt, denk je echt dat het was? Nou, het zag er heel raar uit, Kirin. Ik weet niet waarom ze zo aan het dansen is. Weet je zeker dat er niks geks is gebeurd, Kirin? Oh. Ja, hij draait zich om. Kirin zegt, zij doet zo raar sinds ik jou die brief heb gestuurd, Rikachu. Toen ik de volgende ochtend wakker werd, deed ze zo raar en was ze hittend aan het dansen. Misschien hebben de mensen van het dorp gelijk. Misschien is er een vloek. Wat is er een vloek, zegt Arvin. Wow, dit wordt heel gek. Wat is er aan de hand? Nemona vraagt, kan je wat meer uitleggen? Heb je verhalen of legendes gehoord of zo? En Kirin die legt uit van, nou, Rick die heeft al zorg gedragen voor Ogerpon en loyale 3 Pokémon. Wat is hier aan de hand, jongens? Arvin zegt, als je hulp zoekt, dan kan ik je helpen. Kijk, ik denk dat Arvin en Kirin nu best de matties worden. Penny wil ook wel graag helpen. En ja, Nemona wil altijd wel helpen. Kirin zegt, morgen gaan we dit fixen. Met z'n allen. Lijkt me een strak plan. Ga ik eerst even slapen. In het community center. Volgens mij is het al de volgende dag. Kirin is hier ook. Iedereen, ja, zijn we er allemaal klaar voor? Nemona, ben je ook klaar? Nemona heeft soda. Ja, nou, dan zijn we klaar. Als Nemona soda heeft, dan komt het goed. Oké, we zijn nu buiten. Kirin zegt, zijn er nog steeds mensen buiten? Waarom zijn er nog mensen buiten? Laten we even vragen of ze Nemona hebben gezien. Oké, is goed. Hallo, hebben jullie Nemona gezien? Oh nee, die hebben ook van die ogen. Die gaan ook de vogeltjesdans doen. Hallo, waarom staan jullie hier zo te chillen? Ja hoor. Mochi. Dat is precies wat Carmine ook zei. Oh my god, ze lijken wel zombies nu, joh. Wow. Gelukkig kijken ze blij. Ze zien er wat dat betreft niet heel eng uit, maar ze doen wel eng en raar. Oh, moeten we battelen? We moeten tegen hun battelen? Serieus? Ariados. Oké, en Celestial? Celestial gaat voor Venoshock. Ja, dat is natuurlijk super effective. Dat is weer lekker, hè? Dat ik dan precies weer Fairy-type heb nu. Kirin zegt, waarom vallen ze ons nou aan? Polyrath doet een liquidation. Hoppakee, Celestial in één keer weg. Lekker man, Kirin. Kijk, je bent nog wel die goede trainer. Dat doe je goed, jongen. Ik gooi een meteor op Ariados, maar die overleeft dat wel even. Oh, die heeft ook een poison aanval. Oh my god. Waarom heb ik altijd precies de verkeerde Pokémon voor staan? Echt altijd. Aria gooit nu een Victory Bell. Ja, dan heb ik de goede gekozen. Hier is een Chandelure voor je. Flamethrower. Lekker man. Bye Victory Bell. Poliwag gaat even liquidaten en dan is Aria dus ook weg. Nice. Shikei gooit Noctowl. Nog een keer Flamethrower. Kirin zegt, ja, dit voelt wel slecht. Maar het enige wat ik kan doen is battelen, zodat ze weer wat rustiger worden. Oh, hij gaat voor close combat. Oké, verrassend, maar het werkt. Noctowl's down. Ja, Mochi. Oh, zijn ze weer beter nu? Nu we ze hebben verslagen, gaat dan de vloek weer weg. Ja, het ziet er nog niet goed uit. Oké, kijk, zie je, ze gaan nog steeds. Mochi, kotje, potje. What the heck gebeurt er? Zegt Kirin. Kirin zegt, ja, maar dat gekke dansen, dat deed mijn zus ook. Dus, iedereen wordt nu een soort van vervloekt of zo. Oh, daar staat Nemona, daarachter. Oh nee, die gaat vast ook helemaal niet goed meer. Kijk, hier staat ook al iemand de vogeltjes dan ze doen. Het gaat helemaal niet goed met de mensen hier in de stad. Hé, dit is een opa en oma. De opa en oma van Carmine. Oh nee, hebben jullie Carmine nu alleen achtergelaten? Kirin zegt ook, is Carmine oké? Wat zijn jullie aan het doen? Carmine is thuis, die slaapt. Ze zal wel moe zijn door al dat dansen. En wij wilden even haar favoriete noedels gaan halen hier. Misschien dat helpt. Oh, oké, ik snap het, opa. Opa zegt, ja, ik heb Karma waarschijnlijk wel naar boven zien rennen. En hij vraagt aan oma wat ze heeft gezegd. Oh nee. Opa zegt, ik wil geen mochi. Oh nee, oma gaat ook, nee. Niet dansen, niet beginnen te dansen. Niet de mochi donuts laten vliegen. Oh nee, opa gaat hem eentje eten. Nee, waarom eet je er een? Oh nee, oh my god. Nee, nu gaat het natuurlijk ook niet goed met hun. Kijk dan, oh nee. Daar begint opa ook al. Oh nee, en oma gaat natuurlijk... Kijk ze gaan. Oh nee, we moeten echt met hun gaan battelen ook. Ook tegen een Chandelure en een Arbok. Wie had dat gedacht? Dat we tegen opa en oma moesten battelen. Ik niet. Let's go, Poliwag. Lekker bezig. Oh, die Chandelure overleeft het. Oma heeft een goede Chandelure. Oma gooit een energiebal op Poliwag. Ja, dat vindt Poliwag niet fijn. En ik vind een gunshot niet fijn. Dat doet mij weer dan weer pijn. Oh, Kirin, dit schiet niet op, hè. Ik denk dat we je opa en oma even goed moeten verslaan. Maar ja, opa en oma gaan tot nu toe beter dan wij. Chandelure gaat in ieder geval down door Poliwag. Ja, die Arbok die gaat denk ik mijn Clefable weer slopen. Misschien moet ik toch maar even een andere Pokémon op de eerste plek zetten. Met al die gekke Poison-type Pokémon de hele tijd. Oeh, een Mamoswine. Doe eens even normaal. Kirin zegt, oh, waarom gebeurt dit nou? Ja, ik denk dat we geen keuze hebben. Maar dan... we moeten dit doen. Gaat hij weer, hoor, met zijn gunkshot. Poliwag is zelfs down nu. Pak aan, Arbok. Dikke doei. Ik heb er genoeg van.
Ja, opa, ik heb genoeg van jouw Arbokkie. Je bent toch niet Team Rocket, potverdorie? Oh, kijk dan. Incineroar van Kieran. En daar een Weezing. Memo Zwijnigoel gooit even een Earthquake, joh. Dit is even normaal, man. Weezingkie overleeft het ook gewoon allemaal weer. Gekke Earthquakes allemaal. Ben ik... Wauw. Ik word bijna genakt door een opa en oma. Ik neem het ook gewoon niet serieus genoeg, dit. Dat is denk ik het probleem. Oké, Porygon 2'tje, die verslaat even Memo Zwijntje. Nu is het afgelopen gewoon. Wegwezen nou. Weezing, ook wegwezen nou. Ik moet weten wat er aan de hand is met al die gekke dansende kipmensen. Sorry, opa en oma. Maar dit was wel even nodig. Sowieso, waarom moeten jullie mij opeens battelen zo? Is niet oké. Jullie hadden niet aan die space in de donuts moeten zitten. Oh, we worden gebeld door Arvin. Die zegt, gaat het goed? Ja, met ons gaat het nog goed. En met jullie? Arvin zegt dat hij zich zorgen maakte omdat ze een tijdje niks van ons gehoord hadden. Dus ze zijn naar buiten gegaan en dingen zijn super weird daar. We worden allemaal aangevallen door mensen hier die mochi mochi roepen. Wat gebeurt er? Oh nee, ze worden gepakt. Penny, wat gebeurt er? Oh nee. Arvin zegt, dit ziet er niet goed uit. Nee. Oh, de verbinding wordt verbroken. Dit gaat inderdaad helemaal niet goed, jongens. Dit gaat helemaal fout. Kieran zegt, opa, oma, ik ben snel terug. Komt goed. Arvin, Penny. Oh, gelukkig. Met hun gaat het in ieder geval nog goed zo te zien. Wat is er allemaal aan de hand, jongen? Arvin zegt, het was helemaal Penny's schuld. Wat? Ze ging in panic mode en toen renden we tegen elkaar aan en ik liet mijn telefoon vallen. En Penny zegt, wat geef je nou mij de schuld? Kijk nou even hoe iedereen er hieruit ziet. Dat was iets super raars. Kier de vraag, wat voor raar ding? Penny zegt, het was nou rond en klein en raar. En Arvin die zegt, oh, dat was vast een hallucinatie van je. En Penny zegt, nee, echt niet, dat was echt. Oh, deze twee, jongen. Deze twee zijn echt kibbelkonten. Oh, wow. Er gebeurt iets. Arvin ziet iets in de lucht. Die zegt, dit is daarboven iets. Boven deze shop, hè? Wat? Daar! Dat is het! Dat is hetgene wat hier paniek veroorzaakt. En zieke mensen. En Penny denkt dat het een drone is. Of is het een Pokémon? Wayo. Oké. Oh, nee! Nee! Niet eten! Dodge hem! Nee, goed zo! Lekker, Kieran, niet eten! Ook bij Kieran gaat hij op zijn voorhoofd. Hopelijk is Kieran niet betoverd. Ja, Arvin en Penny zijn nu sowieso betoverd. Die zeggen, is dit mochi? Oh, nee. Penny vindt het wel lekker zoet. Penny houdt van zoet. En Kieran zegt, niet eten! Ja, kijk, dit gebeurt er als je dat eet. Deze Pokémon betovert iedereen. Oh nee, daar gaan we. Oh, we moeten battelen tegen Arvin en Penny. Die ook de chicken dance gaan doen. En dit ding is wat dat doet. Hij zit zo chill. Ja, kijk, als die open gaat, is die helemaal lijp gewoon. Mochi, mochi, mochi. Kieran zegt, dat is niet eerlijk. Die eikel, die gebruikt hun als een schild. Nou, waarschijnlijk moeten we ook hun gaan battelen. Arvin en Penny. Oké, ik ga andere Pokémon nu als eerste keer zetten. Laten we nu beginnen met Chandler. En hopelijk is dat de goede keuze. Daar gaan we. We moeten tegen Umbreon en tegen Greedent. Oké, ik weet wat jij gaat zeggen. Ik wou net zeggen, jij gaat of Mochi zeggen of Momo. Oké. Deze entrance van Penny is wel lijp. Maar ja, lekker hè, dat we nou precies tegen Umbreon moeten. Ik doe Flamethrower. Ja. Oké, close combat. Ja, dat is wel lekker. Dat is wel lekker, Poliwretje. Poliwret is eigenlijk de beste keuze. Ik heb ook een Poliwret in mijn team. Waarom gebruik ik ook niet gewoon Poliwret? In ieder geval is Umbreon down. Wat gaat freaking Greedent doen? Greedent is best wel een goede Pokémon. Je zou het niet zeggen. Maar Greedent is best oké. Kijk hem met Psychic Fangs. Hoppakee. Penny gooit nu Sylveonnetje eruit. Ik ga even voor Overheat. Let's go. Een Overheat op Sylveon. Wat een ziek idee. Ja, dit... Oké. Penny's Pokémon zijn geen kattenpis. Ze beginnen nog te klappen ook voor mij. Mochi! Nu een close combat op Greedent's hoofd. Oh my god. Ik moet echt Poliwret gebruiken. Helemaal gek. Ja, Tai Chi Chu Chu Chi. Wat? Ja, is niet goed hè, Arvin? Is niet goed. Daar gaat je, Greedentje. Mazzel. Daarachter staat ook nog iemand chicken dancing doen. Zie je dat? Oké, een Shadow Ball die gaat waarschijnlijk op mijn hoofd. Ja, super effective. Ja, jammer joh. Arvin gooit nu Mabostiff. Ja, vette Pokémon. Ik hou van Mabostiff. Ik vind Mabostiff een baas. Mabostiff gaat wel mij slopen, ben ik bang. En ik denk dat ik deze Sylveon sowieso niet kapot ga maken. Kijk dan. Lekker, man. Oké, daar gaat Poliwret. Ja, en in de volgende beurt gaat daar ook Chandler. Chandler. Ik dacht dat die Poliwret ging aanvallen. Nou ja, oké. Oh, lekker. Oef. Poliwret is lekker aan het carryen. Ik denk dat een Shadow Ball nu Poliwret nakt. Oh, net niet. Weet je wat, ik ga gewoon Lucario. Ik ga nog steeds niet voor Poliwret. Ik ben eigenwijs. Shiny Lucario. Wat een baas. Oeh, Sylveon doet nog even een quick attack, want die Poliwret is slopen. Ja hoor.
Slim. Maar dit is wel het einde voor Sylvian. Sorry, Sylvian. En nu is het even klaar. Wat gaat Mabo Stift doen? Play Rough. Oeh, nog een Pokémon. Oh nee, dat is de vriendin van Pokémon van Kieran. Dat is Grimmsnarl. Oh, Penny gaat nog even voor Leafeon. Die heeft dus inderdaad toch nog een Pokémon. Ja, ik ga voor Leafeon. Oh, oké. Okay, we gaan even verdedigen volgens Grimmsnarl. Oké. Okay. Let's go, Leafeon. What? De defense van haar Pokémon is zo goed. Firefang op mijn hoofd. Oké, okay, misschien moet ik toch eerst maar even die Mabo Stift uitschakelen dan. Hoppakee, een Aura Sfeer erop. Dan gaat Mabo Stift mij in ieder geval niet meer raken. Dag, hondje. Lekker dit. Leaf Blade, die gaat op Grimmsnarl. Wat gaat Grimmsnarl doen? Spin it break. Is dat genoeg? Dat is niet genoeg. Dan heeft Arvin ook nog een Pokémon en dat is Cloyster. Grimmsnarl pakt Sucker Punch, die pakt Leafeon aan. Lekker. Leafeon is ook weg. Maar het gaat natuurlijk allemaal om die legendarische Pokémon die daarachter staat. Die moeten we even te pakken zien te krijgen, want die is echt heel het dorp aan het slopen. Cloyster gaf geen probleem. Dat was in één keer dikke doei. Arvin, Penny, kom op. Snap out of it. Even wakker worden, jongens. Oh, kijk, die Pokémon gaat er vandoor. Nee, kijk naar nou, rechts van je. Die Pokémon was aan het wegsluipen. Kieran die zegt, sorry, het spijt me. Oh, kijk. Kijk. Ja, Kieran die zegt, ja, jij bent de volgende vriend. Niet zomaar wegsluipen. Ja, dat kun je zielig doen. Kijk hem wegrennen. Let's go. Ja, zeker. We gaan erachteraan. Spijt me zeer, Penny en Kieran. Maar ik moet die Pokémon gaan zoeken. Ik denk dat hij naar het huis is van Kieran. Oh, hij is bij de Loyalty Plaza. Daar zijn we. Kieran en ik. Let's go. Hij moet hier ergens zijn, zegt Kieran. Oh, is die achter ons? Nee. De dansers zijn meegekomen. Wat is dat? Ja, Nemona is daar. Ja, Nemona is sowieso niet oké. Okay. Nemona gaat ook de chicken dance doen. Zie je, ze heeft de ogen dicht. Ja hoor. Daar is Nemona ook weer. Oh, shee. Iedereen in het dorp doet mee. Met de chicken dance. En dan moet ik gaan battelen tegen Nemona, zo te zien. Voor de ultieme battle. En Kieran gaat battelen. Of die gaat in ieder geval al die mensen daar achter mij in de gaten houden. Oh, ik moet battelen met Kip en Dans Nemona. Oké, een Lycanroc. Ik begin met Lucario, dus dat is een goede matchup. Oké, ja, doe je ogen maar open en begin maar te dansen. Is goed. Hij begint met Drillen. Oké, die deed pijn. Dat vind ik best wel niet zo leuk eigenlijk. Lycanroc is sneller dan mijn Lucario. Nemona wordt een serieuze battle zo te zien. Let's go. Aura Sfeer. Hoppakee. Lycanroc in één keer weg. Kijk, dit is lekker. We beginnen in ieder geval goed. Ja, dat deed pijn, hè? Oké, maar ze kan nog wel een klein beetje praten. Hoppakee. Nu tegen Palmo. Dat is natuurlijk een electric type. Daar heb ik niet echt iets tegen. Nou, ik heb Poliwrath. Maar die is ook water. Dus dat is niet echt top. Kan het proberen. Dan hoop ik dat ik sneller ben. Want anders ben ik flink de sjaak. Ik ben wel 5 levels hoger. Dus het zou... Nee, ik ben niet sneller. Ah, Palmo is een snelle Pokémon. Oeh, en ik overleef het wel. Hij is nu ook geen electric type meer. Dat is super slim. Dat was zo slim. Hij is nu een normal type geworden volgens mij. Ah, nee. Oh, ik overleef dit. Hij doet gewoon een ice punch. Wat? Die had ik niet verwacht. Circle Throw is niet zo'n goede aanval. Oké, maar als je zo gaat doen, ga ik gewoon een Max Potion gebruiken natuurlijk. Dan ga ik ervoor zorgen dat mijn Poliwrath niet kapot gaat. Of is die nog wel een Electric type, maar kan die geen Electric en Moves meer gebruiken? Is dat het misschien? Kijk, want hij gaat opeens allemaal Ice Punch lopen doen. Oh nee, niet zo doen. Zo, even een Ice Heal, zodat ik niet meer bevroren ben, potverdorie. Hij kent denk ik alleen nog maar Ice Punch of zo. Nou, niet weer mij bevriezen, hè. Dat zou ik niet cool vinden. Oh, hij kent ook Close Combat. Waarom doe je niet gewoon Close Combat dan? Liquidation. Oké, Palmot is ook weg. Wie heb je nog meer? Como, oh, oké. Okay. Daar heb ik wel Clefairy voor. Ik bedoel Clefable. Ik begin denk ik even met Moonblast, denk ik. Ja, Clefable is wel lijp, man. Is wel echt een goede Pokémon. Goede verdediging. Kijk dan, in één keer gewoon die Como ook kapot. Clefable is ook wel een OG, hoor. Lekker. Dan nu Goodra. Dan kunnen we denk ik hetzelfde gewoon doen. 2 Dragon-types in je team. Oké. Goodra vind ik ook wel echt heel leuk, hoor. Goodra gaat voor Sludge Bomb, wat super effectief is. Maar ik kan het gewoon hebben, hè. Clefable is nu wel poison, dus ik denk dat Clefable niet heel lang meer overleeft. Nee, oké. Deze Goodra gaat mijn Clefable wel kapot maken. Dat is wel jammer. Ik ga dat ook maar even gewoon toelaten, denk ik. Ja, oké, prima dat dit gebeurt. Sorry, Clefable, je hebt het goed gedaan. Ik heb je een beetje overschat. Of ik heb beter mezelf overschat, denk ik. Ik kan Ice Punch nog even doen met Lucario. Ik denk wel dat Lucario sneller is. Ja, kijk, we zijn sowieso sneller. Hoppakee, lekker man. Hoppakee, Goodraadje ook weg. GG weer Lucario. Dan nu Milotic. Oeh, wat was dat? Dat was een water type volgens mij. Misschien moet ik Alolan Exeggutor een keer gebruiken. Die gebruik ik bijna nooit. Hehe, daar is die hoor. En daar is Milotic. Ik ga gewoon continu voor Giga Drain. Oh, Ice Beam. Ja, dat is minder prettig. Ja, oké. Niet chill. Laat ik even voor Metagross gaan dan. Dan gaat die Ice Beam in ieder geval niet zoveel pijn doen. Surf valt denk ik ook wel mee. Nou, Milotic is wel aardig sterk. En mijn arm.
Doet ook niet al te veel hoor. Maar Lotte blijft lekker surfen. Ja, ik ga maar 2 klappen overleven. Dan moet daarna Lucario denk ik maar even afmaken weer. Kan natuurlijk een max potion gebruiken, maar laat maar even zitten. Aura sfeertje zou genoeg moeten zijn. En dat is het ook. Hartstikke idee. Oh, nog Muscarada ook nog, joh. Dan gaan we denk ik maar voor Chandler. Denk alleen wel dat Muscarada gaat terrestrializen. Dan ben ik benieuwd of dat nog een grass-type blijft. Ik vermoed van niet. Ik vermoed dat dit het trucje is van Nemona. Ja, zie, ik zag hem ook al aankomen. Oh, ik had het kunnen weten. Ik wist het ook. Ik wist het ook. Maar toch... had ik scheid. Oeh, is die nu Ghost? Auw. In dat geval kan ik ook Ghost-type moves gebruiken natuurlijk. Oh, maar dit doet ook voor de health damage. Oké. Okay. Not done yet. Machi. Chicken dance. Shadow Claw nog een keer. Ja, ik overleef hem net gelukkig. Hoppakee, Flame Body. Het is het einde van Muscarada. Het is klaar, Nemona. Het is klaar. En ik hoop dat het ook klaar is met deze gekke paarse poison Pokémon. Kijk. Is deze Pokémon nu boos op Nemona? Ja, nu is het een keer klaar, hè, vriend. Defeat the mysterious Pokémon. Ja, prima. Maar dan ga ik eerst even mijn team helemaal healen, hoor. Ik ga je pakken, vriend. Ik ga jou pakken. Wie denk jij dat je bent? Gaat hij ook terrestrializen? Patchant! Hij heet Patcharunt. En ik ga een Zen Headbutt op zijn hoofd doen. Hij doet een Shadow Ball op mij. Dat vind ik, denk ik, prima. Dat vind ik helemaal niet prima, bedoel ik. Want ik ben dus ook Psychic type. En dat is nooit leuk. Oké, dat is 1. Maar hij gaat mij dus wel kapot maken. Mijn Metagross. Ik heb hem in ieder geval 1 klap gegeven. Hij kent Shadow Ball. Dus dat is een Ghost type move. Dus daar moeten we rekening mee houden. Chandler is denk ik niet handig dan. Misschien toch Executor weer. Alhoewel, nu gaat hij waarschijnlijk Poison type moves doen. We moeten even alles uitsluiten. Ik moet even kijken wat hij kan. Hij doet Toxic. Daarmee vergiftigt hij mij. Vind ik op zich prima. Want dat doet niet directe damage. Dat doet indirecte damage. Poison Puppeteer. Oh, dat zorgt er ook voor dat ik confused ben. Wow, dat is heel sick. Dus hij heeft de ability dat als ik poisoned raak, wat hij dus bij mij kan doen, dat ik dan ook gelijk confused ben. Dat is een insane goede combo. Ga ik hem weer raken? Ja, ik ga hem weer raken. Ik heb helemaal geen last van mijn confusion. Dat is lekker. En we hebben Patcharunt, denk ik, down. Ik denk het. Tenzij hij nog iets geks heeft. Nee, zo te zien hebben we hem. En Kieran zegt, kijk, nu kan je hem vangen. Yay! Ik ga hem denk ik in een Dream Ball doen. Een Dream Ball voor Patcharunt. Let's go! Ja, dit is sowieso. We vangen hem sowieso. Leuke bal voor deze Pokémon. Voor deze gloednieuwe legendarische Pokémon. Laat gelijk ook even in de comments weten of jij Patcharunt cool vindt en of je hem gebruikt. Ik denk dat het best wel een goede Pokémon kan zijn om te gebruiken. En... is de betovering voorbij? Is het klaar? Ja. Iedereen wordt weer normaal. Kijk, iedereen is niet meer confused en onder de macht van Patcharunt. Lekker mensen. Ik zou lekker naar huis gaan. Lekker tukkie gaan doen. Lekker slapen. Ik denk dat jullie allemaal moe genoeg zijn. En dat was hem dan. We hebben deze quest gehaald. En hier is hij dan. De Patcharunt. Yo. Ja, met zijn lekkere scheetgeluidjes. Ik vind dit een hele leuke Pokémon. Ik hoop jij ook. Doe een duimpje omhoog. Abonneer voor veel Nintendo-video's. Dan zie ik je natuurlijk weer bij de volgende. Mazzel!